Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken op deze tweede zondag van de 40 dagen tijd. Ook vandaag hebben we voor jullie weer een leuk verhaal, een mooi verhaal en een leuke knutsel met Jacqueline. En we hopen dat die ons weer gaan helpen om een stukje dichter bij het feest van Pasen te komen en daar in ons leven en in onze gedachten een beetje ruimte voor te maken. Weten jullie nog dat ik iets had wat ik jullie wilde laten zien vorige week? Dat zat in die la. Zullen we eens even kijken? Misschien kan ik het nu wel vinden, want vorige week hebben we toen die wereldkaart eruit gehaald. Dus even kijken hoor. Hij zit nog wel heel erg vol, vinden jullie niet? Weet je, ik haal dit er even uit. Even kijken wat dit is. Kijk, hier staat ook een wereldkaart op. Oh, ik zie al wat het is. Het zijn de vakantiefoto's. Oh, dat is leuk. Nou, dat kan ik jullie wel even laten zien. Kijk, dit is onze tent. En ik vind dat super gezellig om op vakantie te gaan. En misschien heb ik nog wel, even kijken hoor. Oh ja, kijk hier. Ik heb ook een foto van de binnenkant van de caravan van mijn vader. En dat vind ik toch wel heel erg leuk dat ik dat even aan jullie kan laten zien. Want als wij dus op vakantie gaan, gingen vroeger ook al, dan zei mijn vader, als hij het echt heel gezellig vond, dan zei hij altijd, laat ons hier 3 tenten bouwen. En dan ben ik erachter gekomen dat dat een stukje is uit een Bijbelverhaal. Een van de vrienden van Jezus, die zei dat ook een keer. Zal ik dat verhaal eens aan jullie voorlezen? Luister maar. Zullen we wat drinken? Vraagt Petrus. Hij wijst op een klein stroompje langs de berg. Jezus, Jacobus en Johannes stoppen. Het is warm en ze hebben dorst. Ze gaan in het gras liggen en even later hoort Jezus ze snurken. Vanochtend is Jezus nog met hen deze berg opgegaan. Jezus zou ook wel willen slapen, maar liever nog wil hij even rustig praten met God. Terwijl hij aan het bidden is, gebeurt er iets wonderlijks. Zijn kleren worden wit en er staan 2 mannen naast hem. Het zijn Mozes en Elia. Over Mozes heb je misschien al wel eens gehoord. Hij was al een keer op de berg, op de Sinaï, en daar sprak hij toen met God. Zou het nu ook over de 10 geboden gaan? Wat zouden Mozes en Elia aan Jezus te vertellen hebben? De vrienden van Jezus schrikken wakker. Als ze om zich heen kijken, zien ze dat de kleren van Jezus helemaal wit zijn. Elia en Mozes willen net gaan. Maar Petrus zegt, ga nog niet. We kunnen hier wel 3 tenten bouwen. Terwijl hij dit zegt, komt er een donkere wolk overdrijven. De vrienden worden bang. Wat gebeurt er toch allemaal? Uit de wolk komt een stem die zegt, hij is mijn zoon, luister naar hem. Mozes en Elia gaan weg. Wat de vrienden nu hebben gezien en gehoord op de berg, dat is zo vreemd, ze praten er maar niet met anderen over. De vrienden van Jezus snappen in het verhaal niet precies wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is met die Mozes en die Elia. En als ik het verhaal zo lees, dan denk ik, dat kan ik me wel voorstellen. Het is ook moeilijk om te begrijpen wat daar nou gebeurt en hoe belangrijk Jezus eigenlijk is. Wat ik wel heel mooi vind, is dat ze gelijk zeggen, laten we hier 3 tenten bouwen. Dat doet me een beetje denken aan een heleboel mensen die nu aanbieden om vluchtelingen uit Oekraïne in huis te nemen. Als het ware voor hun een tent te bouwen. Op een heleboel manieren kunnen wij laten zien dat we in ons leven ruimte willen maken voor mensen die wat hulp nodig hebben. Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld misschien ook een lichtje te maken voor iemand die wel een lichtje kan gebruiken in zijn leven. En Jacqueline, die gaat ons daarbij helpen. Hallo, hier ben ik weer. We zijn alweer bij de tweede week van de 40 dagen tijd. En we gaan weer wat leuks maken. Vorige week hebben we een snoepbordje gemaakt, weet u nog wel. Zit er al wel lekkers in. En we hebben een spaarpotje gemaakt. Ik hoop ook dat er al wat centjes in zitten van jullie. Dus die zetten we even weg. In de hoop dat er nog meer bij komt. En van deze week gaan we een lichtje maken. En we gaan een lichtje maken wat jullie weg kunnen geven aan iemand die alleen is. Of aan je opa en oma. Of aan papa en mama. Maakt niet uit aan wie. Ik heb 2 voorbeelden. Kijk. Het eerste voorbeeld is een pot. En daar heb ik ingedaan een beetje mos. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk.
En ik heb erop geplakt een haasje. En dat haasje heb ik geknipt uit een servetje. Het servetje heb ik uitgeknipt en daar het tweede gedeelte vanaf gehaald. Toen opgeplakt en kijk op de pot. En als dan het lichtje aan is, krijg je een heel leuk effect. Dan heb ik een lichtje. Een vaccinelichtje, maar een elektrisch vaccinelichtje. Want anders is het veel te gevaarlijk. Kijk, dat doen we erin. En ik doe er ook nog bij, voor de gezelligheid, een kuikentje. Kijk, een kuikentje. Die gaat er ook bij. Heel gezellig. In de hoop dat die blijft staan. Zo. Ik heb er een strik om gedaan en een paar veertjes. Nou, dan lijkt het met Pasen. Dus dat is nummer 1. Voor het tweede lichtje heb ik gemaakt een eierdoosje voor 6 eitjes. En daar heb ik 2 lichtjes in gedaan. Kijk. Daar doen we een beetje mos bij. Zo. Een beetje mos erbij. Dan vult het een beetje gezellig op. En ik heb hier een nestje met wat kuikentjes. Kijk. Die zet ik er ook bij. Voor de gezelligheid. En hier aan deze kant ook eentje. Kijk. Zo, blijf staan. En dan heb ik nog wat veertjes. Die doen we er ook bij. En een paar eitjes in het midden. Nou, dan hebben we ook hier een heel gezellig lichtje. Kijk maar. En dat kan je ook weggeven. Je kan ze ook alle twee maken. Dat je er één aan papa en mama geeft. En één aan bijvoorbeeld opa en oma. Of aan een oud iemand die bij jullie in de straat woont of zo. Of aan de juf of de meester. Kijk. Ook weer gebeurd. Ik hoop dat het allemaal lukt deze week. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dag! Superleuk Jacqueline, dankjewel. Ik weet zeker dat als jullie thuis zo'n mooi lichtje knutselen, dat jullie daar mensen heel erg blij mee gaan maken. We zijn alweer aan het eind gekomen. Volgende week hebben we weer een verhaal en een leuke knutsel. En nu hebben we nog een gebedje samen. Lieve God, wilt u ook deze week van de 40 dagen tijd weer met ons meegaan? Wilt u een lichtje zijn voor de mensen die dat nodig hebben? We denken aan alle mensen in Oekraïne, in Rusland, in Afghanistan, in Jemen. Mensen die vrede willen, maar in oorlog leven. Wees bij hen met uw licht en help ons om in uw naam een lichtje te zijn voor de mensen om ons heen. Dat vragen we u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.